die wil gewoon heel graag nog een keer winnen. Ja, en dat het dan ook echt lukt, dat is dan natuurlijk wel echt, echt fucking tof. Een enorm talent. Ik zie hem zeker de Europese top worden. Voor de tweede keer op rij Nederlands kampioen 800 meter, met dank aan zijn vader. Mijn vader heeft me wat dat betreft een beetje erin gepraat. Hij zei van ja, je kan zo goed hardlopen, doe eens een keer mee met de talentendag. Ja, en sindsdien is het eigenlijk allemaal op rolletjes gegaan. Het is een typische 800 meter loper. Hij is snel op de korte stukken en hij heeft ook uithoudingsvermogen. Dus dit is absoluut een ruwe diamant waar we in de toekomst veel plezier aan kunnen beleven. De pas 21-jarige Kuipers is in de serie al de snelste en domineert de wedstrijd. Hij laat de ervaren Robert Lathouwers, die nog de halve finale liep van de Olympische Spelen in Londen, zijn hielen zien. Tijmen werd natuurlijk als favoriet gebombardeerd, omdat hij gewoon goed indoor kan lopen. En dan, het gaat er niet alleen om echt hard lopen. Ik bedoel, er zijn meer jongens die hard kunnen lopen. Maar je moet ook gewoon mentaal, je moet wel even je kopje erbij houden. Hij was echt een vlierenfluiter en hij is er nu toch opeens, een jaar later, eigenlijk al heel serieus mee bezig. Dus hij pakt dingen snel op. Dus daar heb ik vast vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Voorlopig is het een verkenningstocht met de Spelen van Rio in 2016 als hoogste doel. Als de trainingen goed gaan, dan denk ik dat ik heel ver kan komen. En nou ja. Dan hoop ik dat ik hier nog vaker voor de camera mag staan. De eerstvolgende kans hiervoor is over 2 weken bij het Europees kampioenschap in Gothenburg.